Wat hebben de maatregelen voor invloed op jullie? Jou? Wat niet eigenlijk. Daar komt sowieso geen geld meer binnen bij ons. Want, ja, alle artiesten zitten sowieso thuis. De evenementen zijn allemaal afgelast. En nieuwe evenementen komen er natuurlijk ook voor ons nu even niet. En de dingen die gepland staan, ja, dat heeft ook eigenlijk weinig zin. Dus wij zitten thuis. Dus daar komen de 3 weken echt thuis zitten? Nou ja, we moeten nog naar kantoor natuurlijk voor de dingen af te handelen. Voor de annuleringen en allemaal contracten. En ja, dat moet wel netjes geregeld worden nu.